Hallo mensen van TSS, hier ben ik dan met een korte update video over wat er in de komende maanden, misschien, ik ga een beetje hoe lang het gaat duren, hoe het gaat worden. Allereerst wil ik beginnen met, nou, het is 2013, of 2014, ik moet zeggen, mijn jaarwisseling is goed gegaan, ik ben ook jarig geweest in de vakantie, 17 jaar ben geworden, en dan ben ik benieuwd hoe jullie jaarwisseling is geweest. Goed? Hoop ik. En dan heb ik hier als tweede Need for Speed Rivals Limited Edition. Die kan ik niet spelen. Vind ik wel jammer. Waardoor mijn minimale systeemeisen, daar heb ik, dat is gewoon Windows 7. Daar vraag ik om. Mijn RAM is minimaal 4 GB, dat heb ik. Mijn hardvastharde schijf is minimaal 30 GB vrije ruimte, dat heb ik ook. Maar mijn videokaart en mijn processor kunnen het niet aan. Dat vind ik wel ontzettend jammer. Dus ik had hem graag willen spelen. Dat vind ik nou jammer. Echt heel jammer. En als volgende wil ik het er nog even over hebben. GTA 4. Die komt weer terug. Want ik heb nu een nieuwe muis. De RAT9. Fijn dingetje is dit. Met een gevoeligheidsknopje. Dus ik kan, als ik wil, fatsoenlijk snipen. Nou, en ook heel veel andere dingen je ziet. Dus GT4 komt weer terug. Misschien is volgende serie. Of, nou, serie, ik ben helemaal bezig. Kom weer terug. En zoals jullie het al weten, is mijn koptelefoon kapot. Deze. Die doet het niet meer. Dus het geluid van mijn stem kan misschien tijdens de spelletjes iets minder zijn. Want ik moet van de microfoon van mijn webcam gaan gebruiken. Er komt waarschijnlijk nog een nieuwe. Ik heb er nog een in gedachten, maar. Als iemand een goede weet, want ik heb er nu een Razer Megalodon in gedachten. Als iemand een BT weet, maar ook een BT microfoon, laat alsjeblieft weten. Zet in de beschrijving. En dan wil ik van jullie graag ook nog even weten, als laatste, of nou ja, ik weet niet of dit de laatste is, van welk spel ik als volgende zou doen. Ik heb hier bijvoorbeeld Grand Theft Auto Vice City liggen. Ik heb hier ook nog. Nou, dat is dan een beetje niet zo leuk om te spelen, maar 18 Wheels of Steel liggen. Drivehack liggen. Rollercoaster liggen. Noem maar op. Need for Speed heb ik ook liggen. De oude Most Wanted, de nieuwe Most Wanted. Zeg maar. Wat willen jullie zien? Laat alsjeblieft weten in de reacties. En dan doe ik het. En als afsluiting wil ik het nog even hebben over GTA 5. Die komt dit jaar uit voor de computer. Ergens in februari of zo, dacht ik. Weet ik niet zeker. Die kan ik ook niet spelen. Want als ik bijvoorbeeld. Hier, ik kan Dirt 3 hek liggen, die kan ik niet spelen. Ja, dan gaat GTA 5 hem gewoon echt niet worden. Dat past gewoon niet. Dan ploft mijn computer, dan krijg ik met Dirt al hoofdpijn. Dus ik moet gewoon wachten, ik ga gewoon sparen voor een nieuwe computer. Daar ben ik ook voor mee bezig. Dat komt allemaal wel goed. En ik wil graag weten waar ik Slenderman kan downloaden. Want ik kom nu alleen maar op sites waar ik virussen kan. Waar ik virussen vandaan kan halen. Maar dat moet ik niet. Ik wil Slenderman graag doen. Ook voor jullie. Want ik schrik daar nooit van. Ik weet het niet wat dat is. Als iemand weet waar ik Slenderman kan downloaden. De 8 pages bijvoorbeeld. Zet alsjeblieft in de beschrijving. Alsjeblieft.
Want ja, ik wilde gewoon doen. Dat lijkt me gewoon leuk. Nou, en dit was dan de update-video voor vandaag. En dan mocht gewoon nog eens even. Ik hoor het wel van jullie als wat ik ga doen. Zet alsjeblieft in de beschrijving. Laat alsjeblieft een groen duimpje achter als je video leuk vindt. En ik zie jullie later. See ya.